Yo mensen van School Games, mijn naam is Jeroen en vandaag gaan wij Rainbow Six Siege pack openen. We hebben de feestdagen pack, we hebben drie varianten van packs. We hebben de normale alpha pack, 8. We hebben de feestdagen pack en we hebben de protocol mute protocol pack. Ja, deze allebei lopen. Maar ja, deze heb ik nog, dus ja, laten we snel beginnen. We doen deze twee wel als laatst. En gaan wel hiermee beginnen. Okay. Hoe de packs open gaan is zo. Je hebt hem. We hebben iets blauws. En dan draai je. Zonnevlek. Een hoofdtik. Iets blauws. Oké. Okay. Ah, dit is grijs. Iets gouds is het beste. Hier. Oh. Deze skin heb ik. Deze, ik gebruik altijd kapkan, dus dat is een heel goede skin voor mij. Ik heb wel bloederig, dat is een andere. En die is rood. Die is ook wel vet. Maar deze kan ik ook best wel gebruiken. Oké, okay, dan gaan we weer. Oh. Oeh. Oké. Okay. Ik weet wat dit is. Oh, ongewoon. Dit is het allerslechtste wat je kan krijgen. Mozig. Deze kan je gebruiken bij Malvarine of shit. Malvarine. Ik weet even niet meer hoe die karakter heet, maar er zijn zoveel operators, maar ja, deze gebruik ik niet. Ik kom op. Ah, weer een ongewoon. Ah. Kona. Hey, deze kan ik voor Twitch gebruiken. Deze shotgun gebruik ik heel vaak, dus. Dat is heel chill. Ik ben er heel blij mee. Oh, ooit spaas en epic. En we draaien op. Oh, deze kan voor. Dit is een paas epic weapon skin. Die is goed voor Termite. Ik gebruik Termite nooit, maar die shotgun kan je hiervoor gebruiken, dus. Kijken, daar gaan we weer. Oh, iets blauws. Oh. Oké. Okay. Ja. Aan dit heb ik helemaal niks. Het is een pistool, denk ik. Het is een normale wapen. Vind ja, lijkt wel veel op een pistool. Maar deze kan je bij deze drie operators gebruiken. En ik heb die niet schoon gelokt. Moet met een unowned. Of ja, room. Noemen ze dat. Met room kan je champion operators unlocken. Ja, ik heb geen operators, dus ja. Maar lijkt jullie het pack opening leuk, dan kunnen we dit nog vaker doen. Maar ja. We gaan verder. Oh, dit is epic. Oh, kom op, als jullie iets goeds, iets van Capcom of iets van Twitch of iets van Ash. Oh, wat is dit? Oh, dit is een ding, sowieso dat je op je aap kan zetten. Daar heb je al helemaal niks aan. Dan heb ik liever een ongewoon skin. Dat is iets. Een P90. IJsman, maar ja. Ik kan wel Doc gebruiken of die, maar die heb ik allebei niet. Dus ja, daar heb je niks aan. Hey, dan gaan we weer terug. Oké, okay, nu hebben we daar 0 van. Laten we deze maar openen. Oh, dat is iets. Zo, deze pack is wel ziek. Oké, okay, yes. En ongewoon. Maar zeldzaam. Ah, dit is weer iets wat ik niet kan gebruiken. Ik ga voor deze champion gebruiken, maar ja. Gebruik ik die? Nee. Okay, yes. Gaan we naar de volgende. Oh. Oké, okay, dit is voor kerstdagen van 2020. Dit is oh, dit is iets goeds. Oh. Dit is het beste wat ik kan krijgen. Oh. Oh shit, heb ik al een champion? Ik heb Kali. Nice. Ik heb een hero gekregen. Als het is. Wauw, ik heb gewoon een hero gekregen. Ja, hero operator. Als het is. Kali. Ja, ik heb gewoon een operator gekregen. Echt sick, holy shit.
Oké, dat is echt het beste wat je kan krijgen, een operator. Ja. Oké, dames en heren, dit was de pack opening van Rainbow Six Siege. Ik heb er een begin van gemaakt, dus ik heb 10 packs geopend. Hoop dat je het een leuke video vond. Doe een blauw duimpje omhoog als je de video leuk vond. Hier rechts kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. En hieronder kan je de vorige pack opening zien. Dus dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!